Ik heb de manier gevonden hoe je 100% offspan kan overleven en ook nog eens met hele goede loot. En die manier wil ik jou vandaag gratis aanleren, helemaal voor niks. Eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is een likeje achterlaten en natuurlijk even lekker abonneren. Het is weer een beginner naar pro video. Doe ook zeker dat belletje aan en weet je wanneer ik weer een tipvideo online gooi. En vandaag ga ik je echt haarfijn uitleggen hoe je nou deze tactiek kan aanhouden, hoe je het kan gebruiken in toernooien bijvoorbeeld. Want het is super handig. Het heeft mij super erg geholpen. Dus laten we gewoon gelijk beginnen met de video. Oh ja, Wartime stream ik ook op Twitch. Als je het nog niet weet, linkje staat in de beschrijving. Volg het ook even zeker lekker. Let's go. De tactiek waar ik het over heb, heet scout droppen. En scout droppen betekent eigenlijk dat je gaat kijken waar dropt eigenlijk iedereen in de map. Je moet dus gaan kijken wie springt waar uit de bus. En zo kan je gaan kijken welke plek is uncontested, zodat je veel loot hebt. En zodat je eigenlijk elke offspan fight wint. Want er is eigenlijk geen fight. En dit is best wel lastig. En ik ga je vandaag een aantal tips geven waar je op moet gaan letten. Ik heb het helemaal geperfectioneerd. Het kan wel eens zijn dat het fout gaat. Maar als je het eigenlijk op mijn manier doet, heb je eigenlijk een 99% kans dat het goed gaat. Ik neem je mee in leuk voorbeeld. Ten allereerste, ik ga hier een heel belangrijk voorbeeld geven. Let dus even heel goed op. Ik ga je hier uitleggen hoe je kan scout droppen. Ten allereerste, wat je als eerste altijd moet doen, is achterkijken bij de bus. En je moet gaan kijken hoe gaat de bus. Let goed op. Je kijkt hier achter aan de bus. En je kijkt ook daarna heel goed naar de map. Hoe gaat de bus nou eigenlijk? Ik klik op mijn map. Ik zie, dit is mijn map. Je moet goed in je hoofd gaan kijken van wat is aan de rechterkant. Als mensen naar de rechterkant springen, waar gaan ze dan naartoe? Nou, dat is hier bijvoorbeeld Stealthy Stronghold. En als ze aan de linkerkant gaan, gaan ze bijvoorbeeld naar Sweaty landen. Dat moet je goed in je hoofd houden. Dat mag je niet door de war halen. Let goed op. Ik ga kijken. Wat je hier nu al ziet is, je ziet bijvoorbeeld, je bus staat zo. En als mensen naar links gaan, dus mensen gaan naar links springen. Dan weet je, dan gaan mensen bijvoorbeeld naar Sweaty. Dan gaan mensen naar Holly. En je moet eigenlijk de hele tijd op je map blijven klikken. Waar ben ik ongeveer nu? Als mensen nu springen, waar gaan ze dan naartoe? Als ze hier naar links springen, gaan ze dan naar Slurpee? Of zijn ze bijvoorbeeld naar Boney gegaan, et cetera. Dus daar moet je heel veel tijd op letten. Dus als eerste tip wat ik wil meegeven, de hele tijd naar je map gaan kijken. Let goed op. Waar gaan de volgende mensen naartoe? Je ziet nu, mensen zijn heel veel gesprongen naar links. Dus je ziet mensen gaan waarschijnlijk naar Sweaty, mensen gaan naar Holly. Je ziet mensen nu ook gaan naar Stealthy Stronghold, die gaat naar rechts. Dan weet je dat ze naar Stealthy Stronghold gaan. Wat ook een heel mooi voorbeeld is, en dat moet je ook, dat is tip nummer 2. Dat moet je echt uit je hoofd gaan leren. Is, er zijn twee manieren eigenlijk van springen. En je kan naar het kijken naar het poppetje, kan je weten of ze ver gaan vliegen. Of gaan ze tegelijkertijd naar beneden. Wat ik net zag is, we vliegen nu ongeveer onder Boney, onder Pleasant. Maar als mensen helemaal naar beneden gaan, wat je nu ook ziet, er zijn een aantal mensen die gaan gewoon keihard naar beneden skydiven, dan weet je, ze gaan naar Boney. Maar stel je voor, ze vliegen een beetje schuin zo, dus ze gaan niet keihard naar beneden, maar ze vliegen schuin. Wat je hier ook op het scherm ziet, ongeveer achter, dan weet je dat ze wat verder gaan vliegen. En zo kan je weten, waar gaan die mensen nou landen. Nou, je ziet hier bijvoorbeeld mensen gaan wat verder. Die gaan wat verder. Maar je hebt ook mensen die gaan keihard naar beneden. Wat je hier bijvoorbeeld hier beneden ziet. Die gaan keihard naar beneden. Dus zo kan je kijken. Gaat iemand ver landen of gaat iemand keihard naar beneden? Let goed op. Blijf de hele tijd kijken. Heet het map heen en weer. Map heen en weer. Ik zie mensen naar rechts gaan. Die gaan naar Steamy. Ik zie weinig mensen naar links gaan. Helemaal niks. Mensen gaan naar Lazy. Ik zie nu niemand springen. En ik weet, omdat ik veel op de map kijk, dat retail komt eraan. En zie ik mensen springen bij retail die keihard naar beneden gaan, dan weet ik dat retail wordt genomen. Dat mensen daar gaan landen. Maar kom retail. Ik zie niemand. Ik zie niemand. En ik zie wel mensen nu boven mij. Maar ik zag dat die een wat vlakkere glide hadden. Dus die gaan waarschijnlijk dan naar Catty. Zoals je dat kan zien. En wij twee gaan met z'n allen keihard naar beneden. En let goed op. Gaat wel een team mee, denk ik. Ik zeg, ik neem dat er één team gaat, maar omdat we waarschijnlijk de beste drop hebben. Doe je dat om, en we zijn uncontested. En we weten ook, wat ook super handig is,
Er zijn wel mensen Ketty geland. Dat zagen we boven ons. Dus wat je dan kan doen is, we weten niemand zit achter ons. Dus we kunnen naar achter kunnen we nog roteren om loot te pakken. En stel ik voor we willen WP'en, kunnen we gewoon naar Ketty gaan. En dat is ook super belangrijk aan scout droppen. Zo ben je ook eigenlijk bezig van waar landt iedereen. Kan ik dat nog wel looten? Kan ik dat WP'en bijvoorbeeld? Ik ga nog één voorbeeld geven. Oké, daar gaan we weer. Nog een ander mooi voorbeeld. En het is super belangrijk dat je gewoon hiermee gaat oefenen. Ga het in arena doen. In solo luister heel goed. Dit is echt een super tip. In solo is het veel lastiger, omdat het veel meer verspreid is. Maar in trio gaan meestal vaak 3 mensen naar 1 spot. Dus zo kan je het makkelijker doorhebben wie landt waar. Dus dit kan je het beste bij duo of trio doen. Bij solo is dit veel lastiger. Let goed op. Ik kijk weer hoe de bus is. Hè. Let op, ik ben aan het kijken hoe de bus is. Als mensen links springen, gaan ze een beetje naar de Ketty kant. Ik zie mensen naar rechts springen, die gaan naar Slurpee. Mensen gaan weer naar rechts, die gaan naar Weeping. Mensen gaan keihard naar beneden. Je moet goed kijken, wat is een contested hier? Ik zie mensen naar Holly nu gaan. Steamy is links. Zie ik iemand Steamy gaan? Heeft iemand zo'n glide? Nee. Niemand gaat. Dan kunnen wij gaan. En wat je ziet is dat wij uncontested zijn. Er landt niemand mee. Nou, nu kunnen we bijvoorbeeld veel meer loot kunnen we pakken. Ik zie ook een lama daar rechts. Dan denk ik, ja, dan land ik daarop. Er zijn wel mensen die misschien hetzelfde idee hadden. Maar omdat wij de betere drop hebben, zijn we eigenlijk uncontested. Dus ga hiermee oefenen. Dit kan echt een gamechanger zijn. Stel je voor, je wilt een keer uncontested landen omdat je echt voor die placement wil gaan spelen. Is het super belangrijk. Ga je dus echt mee oefenen. En je kan natuurlijk ook een dropshot menen. Maar dan heb je soms het kans dat er 4 teams, 2 teams bij gaan landen en dat je offspan dood kan gaan. Maar met deze tactiek in trio kan je 100% offspan overleven. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze video. Laat natuurlijk even lekker een blauw duimpje achter. Ik wil nog graag een tipvideo maken, dus laat graag in de comments weten wat voor trio of solo tips je wil weten. Ga ik daar een video van maken en dan zie ik jou weer bij een volgende video. Let's go!